Hallo, fijn dat u een account heeft bij Dit is Onze Wijk. Hiermee kunt u zelf nieuws plaatsen op onze website. En hoe dat werkt, ga ik u nu uitleggen. Op de website van Dit is Onze Wijk starten we rechtsbovenin met login en voeren daar onze inloggegevens in. Wij willen hier onze nieuwsberichten gaan toevoegen. Mocht u hier niet de optie zien voor nieuwsberichten, maar agenda plaatsen, dan moet u even bij Mijn Sites de agenda veranderen in nieuwsberichten. Hier hebben we twee opties. Het nieuwsoverzicht, daarin staan alle nieuwsberichten die eerder door ons geplaatst zijn als organisatie, en nieuws toevoegen. Nou, we kiezen nu even voor het laatste. En dan gaan we eerst even een aantal basisdingen invoeren. Te beginnen met een titel. Zorg altijd dat een titel kort, bondig, maar wel duidelijk is voor de kijker en het liefst ook wat inspirerend. Vervolgens gaan wij rechts een aantal zaken invullen. Nou, allereerst, in welke wijken moet het artikel komen te staan? Het kan zijn dat uw account maar betrekking heeft op één wijk. Het kan ook zijn dat het betrekking heeft op meerdere wijken en dan klikt u die aan. Nou, laten we hier even Brouwhuis aanklikken. Vervolgens kiezen wij voor een standaard berichttype. En bij locatie kun je een kaartje van Google Maps toevoegen. Nou, zeg bijvoorbeeld dat wij iets doen op de Rokadeweg in Helmond. En dan wordt dan een kaartje toegevoegd waar die ligt. Vervolgens een onderwerp. En het onderwerp is ook een beetje afhankelijk van het type account wat u heeft. Een zakelijk account kan bijvoorbeeld alleen maar zakelijk aanklikken. Maar een non-profit organisatie zou bijvoorbeeld ook wijkinfo kunnen of zorg aan kunnen klikken. Ook altijd belangrijk is een uitgelichte afbeelding. Dat is de afbeelding die boven het artikel komt te staan. En zorg ervoor dat het plaatje wat u daar wil neerzetten voldoet aan een aantal punten. In ieder geval zorg altijd voor een liggende afbeelding. Anders hebben wij problemen met het afbeelden op social media en ook op onze website komt het plaatje dan vaak niet mooi over. Zorg dat de afbeelding maximaal 4 MB is, maar ook minimaal 800 bij 600 pixels. En kies voor het formaat JPEG, eventueel PNG. Nou, het kan zijn dat een van deze plaatjes die je al eerder erin hebt gezet volstaan. Als dat niet zo is, klik je op bestand uploaden. Dan kun je je afbeeldingen hier naartoe slepen of je klikt op bestanden selecteren. Nou, kiezen we bijvoorbeeld een afbeelding waarbij je dan nog de mogelijkheid hebt om hier wat informatie aan te geven. De titel. Nou, bijvoorbeeld stipdonk, eventueel een onderschrift, natuurontwikkeling 2018. Een alternatieve tekst die mensen te zien krijgen als de browser de afbeelding niet laat zien. En een beschrijving, maar dat is op zich niet heel erg noodzakelijk. Als je hiermee klaar bent, klik je op uitgestelde afbeelding instellen rechts onderin. En daarmee zijn de basis dingen geregeld en kunnen we nu aan de slag met het echte artikel. Nou, hier in het grote gedeelte kunt u de tekst opgeven. Nou, bijvoorbeeld natuur, ontwikkeling, stipdonk en dan de tekst die u wil doen. Nou, je kunt een bepaald deel van de tekst, als dat nodig is, vet maken, cursief, doorgehaald. En je kunt een opsommingslijst maken. Je kunt een opsommingslijst maken waar de getalletjes voor komen te staan. Nou, deze gebruiken wij niet zo heel vaak. Nou, dit is nog wel even een belangrijk, een link toevoegen. Nou, stel je voor dat je hier de link wilt toevoegen. Het gaat in dit voorbeeld om Stipdonk en je wil een link toevoegen van Stichting Natuurkanaal. Het beste wat je kunt doen is een link kopiëren. Selecteer de link, druk op Ctrl-C en druk hier op Ctrl-V om hem te plakken,
Want zorg in ieder geval dat altijd de HTTP ervoor staat of de HTTPS en dan ook de www. Ook een handige tip is, klik hier even op linkinstellingen en kies dan voor open link in een nieuw tabblad. Dat is voor de lezer wel het prettigste. En dan kies je op bijwerken en dan is de link gemaakt. Als je naast de afbeelding die boven het artikel komt te staan, die we net hebben ingesteld, ook nog wat andere foto's wil toevoegen, klik dan hier op media toevoegen. Nou, media toevoegen kun je doen door één enkel plaatje te pakken en hem in te voegen in een bericht. Andere mogelijkheid als je meerdere foto's wil toevoegen is om een galerij aan te maken. Dan klik je de foto's die je wilt hebben. En dan klik je rechts onderin nieuwe galerij aanmaken. Nou, vervolgens kun je kiezen om hier eventueel nog onderschriften bij te plaatsen die je dan wel te zien krijgt. Dus hier is die wel van belang. Het aantal kolommen, stel dat 2 foto's per kolom wil. Je kunt nog aangeven of je de foto's in willekeurige volgorde wil hebben. En je kunt kiezen voor de afmeting. Nou, zeg dat we hier zeggen voor gemiddeld. En zeggen we galerij invoegen. Nou, willen we deze toch nog op een andere manier aanpassen of toevoegen, klikken we hier op bewerken en dan kunt u de bewerkingen doen. Nou, mocht u klaar zijn, dan kiest u hiervoor voorbeeld. Dan kunt u zien hoe het artikel eruit komt te zien. De uitgelichte afbeelding. Hij is 22 mei gepubliceerd door wijkorganisatie, gepubliceerd in Brouwhuis. Hier is de link. Als we daarop klikken, komen we bij Stichting Natuurkanaal uit. En hier zien wij de afbeeldingen die we hebben toegevoegd. En hier het plaatje met de Rokkadeweg. Als we tevreden zijn, gaan wij terug en klikken we hier op publiceren en dan zijn we klaar. En zo eenvoudig is het om een nieuwsartikel te plaatsen op Dit is onze wijk. Dank voor het kijken naar deze uitleg. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met onze redactie. Wij zien uw berichten graag terug op onze website www.ditisonswijk.nl.